Welkom bij aflevering 22 van Hanisje. We hebben een slechte week achter de rug, maar we hebben toch nog een verrassing. Ik werd van de week gebeld door de Jupiler-baas ergens. Hij vroeg of ik naar het stadion wilde komen. Nou, dan ging ik maar even naar binnen bij deze. Nou, ik ben benieuwd wat ze voor mini petto hebben. Heb ik de bronzen hond gewonnen voor de 60ste uitzending. Volgens mij is het een Nimweegse pitbull, laat ik hem heel bekijken. Hij werd een beetje kaal. Schert hij me de godverdomme over de mouw en ook nog, die vuilik. De bronzen hond hebben we gekregen voor de 60ste aflevering van onze filmpjes. Die we in totaal hebben gemaakt. Maar we noemen hem Pap. Nou, mijn broer, de trainer. Hij komt bij mij op de schoorsteen te staan, die hond. Hebben we toen nog iets gewonnen de laatste tijd. Mooi ding, hè? Jongen, jongen, wat een instelling. Ik heb Pap Linders nog gebeld. Zo gaat het niet langer, jongen. Ik slaap s'nacht en ik word s'nachts schillend wakker. Mijn vrouw slaapt tegenwoordig bij de buurman. Die kan er niet meer tegen. Een echtscheiding kan niet. Want mijn advocaat, Moskoufiets, die werkt nou bij de Zwarte Kip in Barneveld. Favoriete speler, Sven Braken. Bij je oude baas, twee keer scoren. Is toch mooi. Hij had er wel zin in. Die anderen lieten het liggen. Ik miste de wil om te winnen. Dat kan toch veel beter. Tegenstander vrijdag de Mos. En eens kijken wat prins Willy Boesje met die raad van Alavut Oeteldonk je kleur maakt tegen ons. Ik hoop dat ze de carnaval een beetje in de benen hebben tegen ons. We hebben 8 september wel met 3-0 verloren van jullie. Maar we gaan ervoor. Op de schub met bloed, zweet en tranen. Voorspelling. Deur met 3-0 verloren, thuis winnen we met 3-0. En strijd en passie. En nieven en mietjes voetbal, kletsen erop. Ananas Hakkenbaar kreeg een bronstige stier van de Jupiler feeststapel. Zijn vriendin is er niet blij mee. Ze zei, we moeten de beest neerzetten. We wonen al zo klein. Hij zei, die zetten we zo lang op de slaapkamer. Dat stinkt als de pas, zei ze. Dan moet hij maar gaan wennen, zei Ananas. Nou jongen, jij komt bij mij op de schoorsteen. Kom maar, Pap. Kom maar. Ja, hij wil maar rennen, die hond. Als je spullen zoekt, ze helpt rennen.